Yo bazen, daar zijn we weer met de nieuwe Stumble Guys video. En vandaag wordt het een hele moeilijke challenge, maar ik ga wel kijken of het gaat lukken. Want we hebben op dit moment nog iets meer dan 10 minuten de tijd. En op het moment dat de 10 minuten ingaan, mag ik gaan beginnen met spelen. En we hebben triple block dash en we hebben laser dash. Dus dan heb je, ja, block dash en laser dash door elkaar. Maar triple block dash heb ik nog nooit gespeeld. En dat ga ik voor vandaag voor het eerst doen. En ik ga kijken of ik een win kan halen. En sterker nog, ik ga kijken of ik in beide game modes in de laatste 10 minuten nog allebei kan winnen. Als me dat lukt, mag ik vervolgens deze legendarische skin kopen voor bijna 1000 edelstenen. Dus dat zou wel heel nice zijn als dat gaat lukken. En de 10 minuten zijn ingegaan, dus we mogen gaan beginnen met spelen. Dan moeten we eigenlijk gewoon meteen in deze game al een win halen. Misschien dat we één keer een loss kunnen halen, maar eigenlijk meteen een win. Dat zou wel helpen. En daarna doen we de volgende game mode. Maar dit gaat spannend worden. Dat is één ding wat zeker is. En als jullie er trouwens zin in hebben, doe dan duimpje omhoog. 1000 likes heel vet zijn als dat gaat lukken op deze Stumble Guys video. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. Maar laten we maar beginnen. En trouwens, wat het leuke is, is dat ik deze hele game mode nog niet heb gespeeld. Dus ik heb geen idee. Het is triple block dash. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Dit gaat nog niet heel goed. Hier moeten we even overheen jumpen. Mijn knop is eigenlijk veel te groot. Ik moet hem binnenkort weer een keertje klein maken. Hij is een keer na een update of zo, is hij wat groter geworden. Net als zeg maar deze emojis. En dat vind ik eigenlijk irritant. Ik heb het veel liever dat ze iets kleiner zijn. Oh, nu moeten we hier even snel langs gaan. Ja, oké, dit ging nog goed. Hier even tussendoor. Ik denk dat we de eerste ronde wel doorkomen. Want we zijn nu nog met 12. Wat is trouwens anders aan deze game mode? Ik heb tot nu toe nog niet heel veel anders gezien dan gewoon block dash. Gaat dit nog goed? Oh, dat ging nog maar net goed. Ja, we zijn gekwalificeerd. We zijn in ieder geval de ronde door. Dan ben ik benieuwd wat we nu krijgen. Of is het triple block dash omdat het gewoon 3 keer block dash achter elkaar is? Dat zou natuurlijk kunnen. Ik denk dat dat het gewoon is. Dat het gewoon alleen maar block dash achter elkaar is. Want ik dacht misschien dat je dan 3 lagen had of zo. Dat het daarom triple was. Maar ik denk dat je gewoon 3 keer achter elkaar block dash speelt. Nou, dan hoop ik dat we de komende 2 rondes doorkomen. Want hierna is de finale. Of nou, deze ronde doorkomen. En dan staan we in die finale. En dan die winnen. Dat is eigenlijk het enige wat ik moet doen. En even kijken of dat gaat lukken. Hier, kom op. Zometeen, die laser block dash of zo, die is ook wel lijp. Ja, dat is echt een zieke game mode. Dan heb je gewoon laser dash en block dash door elkaar. Maakt het wel heel moeilijk om te spelen. Dit is trouwens ook irritant, hoor. Je hebt zoveel mensen die je slaan de hele tijd. En je hebt hier die YouTube of zo. Ah, dit is weer een sliding. Eikels. Jullie krijgen mij niet kapot. Echt, ik heb het idee dat iedereen mij probeert dit te halen. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar het wil niet echt goed lukken. Oké, we zijn hier tussendoor. Dat scheelt weer. Ja, en dan kunnen we hier langs. En er zijn er ondertussen 5 af. We leven nog. Dus dat is mooi. Hier ga ik meteen even overheen. Zodat ik geen last van de rest kan hebben. Want je weet het maar nooit. Hier even langs. Oké, er moeten nog 2 af. En dan hebben we de finale gehaald. Nog 1 iemand moet af. En dan hebben we het gehaald. En oké, ik ga hier langs. Ik denk dat er nu wel iemand afgaat. En inderdaad gaat iemand af. We hebben de finale. Nu is het alleen nog zaak om de finale te winnen. En volgens mij zitten echt een paar goede spelers bij. Dus ik denk dat dit wel heel lastig gaat worden. Maar het zou toch wel geniaal zijn als ik gewoon een win weet te halen in 10 minuten tijd in beide game modes. Maar dan moeten we eigenlijk nu meteen een win halen. Anders wordt het wel echt heel erg lastig. Nou, we zijn de eerste 2 rondes goed doorgekomen. Dus nu is het even zaak om deze ronde ook goed door te komen. Kunnen anders altijd nog slidings doen en zo. Hier, Tobias, afhang je aan mij slaan, jongen. Ik pak jou. Nee, ik ga gewoon lekker rustig een beetje in het midden blijven. En ik ga gewoon mijn eigen race racen. Of racen. Ik ga gewoon mijn eigen game spelen. Ik ga geen onnodige risico's nemen. Ik ga niet de hele tijd proberen anderen af te maken. Want ik heb zelf vaak het idee dat ik dan karma krijg. En dat ik dan vervolgens zelf afga. Dus we gaan gewoon even op safe spelen. En zo meteen... Oh, het is irritant. Dit is echt heel irritant. Dat hij mij net daar slaat. Het komt uiteindelijk allemaal goed. Maar het was wel irritant. En zo meteen misschien als we 1v1 zijn iets verder. Dan ga ik kijken of ik anderen kan afmaken. Hopelijk gaat er nu iemand af hier. Ja, hier kan ik mooi tussendoor. Niks aan het handje. Er zijn er nu 2 af. Dus dat is nog niet zo heel veel om eerlijk te zijn. En zo meteen komt het moeilijk gedeelte. Ik denk dat na deze dat we die dubbele spikes krijgen. Dat je zeg maar heen en weer moet zigzaggen. Of gaat er... Oh, nee. Nu krijgen we de triple jump. Die moeten we even goed doen. En die gaat goed. Oké, nice. Dan hoop ik dat het nu goed blijft gaan. Ik denk dat er achter mij wel een paar af zijn gegaan.
Oh, dat valt me enigszins nog mee. Hier even een sliding doen. Er zijn nu 4 af. Er zijn 4 af. Er zijn 5 af. Oh, donder. Oh, donder. Oké, er zijn 6 af. We zijn met z'n tweeën. We zijn met z'n tweeën. Oké, nu moeten we kijken of we dit kunnen halen. We moeten even jumpen. En dit deed ik niet goed. Ah, no. No! Ik had die moeten winnen. Shit, man. Dan hebben we dit nu niet gehaald. Oké, hoeveel tijd hebben we nog? We hebben nog 5 minuten. Oké, we doen nu even de andere. Misschien dat ik nog net een game kan starten. Als ik nu snel win al, want volgens mij is deze met lasers er doorheen net wat sneller. Dan gaat iedereen net wat eerder af. Misschien dat ik, als ik deze snel win, nog net de volgende game kan starten. En als ik die dan ook nog win, kan het misschien nog net lukken binnen de 10 minuten. Oh, maar dan is het heel spannend. Oké, laser dash. Hierin gaat iedereen super snel af. Omdat je lasers en block dash door elkaar hebt. Ah, het is gewoon heel shit spelen. Dus we moeten even zorgen dat we de eerste rondes even goed door gaan komen. Geen gekke dingen doen. En komen de lasers er al aan? Ja, daar komen de eerste lasers al aan. Dus nu moeten we eigenlijk al een beetje zien op te passen. En zorgen dat ik niet getackled ga worden. We zijn al gekwalificeerd. Kijk, dit is het chillen aan deze game mode. Ze gaan super snel. En dat zorgt er dus voor dat je ook heel snel kan kwalificeren. En ook snel een win kan pakken. Dus heel misschien dat de uitdaging toch nog gaat lukken. Nou, hopen dat deze net zo snel gaat. Dat zou helemaal mooi zijn. En dan hebben we meteen een finale. Ik wil trouwens niet zeggen dat dit per se een hele goede game mode is. Oh, daar liep gewoon iemand naar beneden. Het is af en toe heel frustrerend. Want je moet op zoveel dingen tegelijk letten. En mensen kunnen je ook nog afmaken tussendoor. Wat het nog irritanter maakt. Oké, kijk. Nu hebben we eigenlijk al een probleem. Ja, hij maakte mij dus af. No! Dit is irritant. Oké, we gaan meteen verlaten. En we gaan meteen opnieuw proberen. Ik ga het gewoon proberen. Ik geef het niet op. Maar dan moet ik nu wel echt heel snel een win halen. Wil ik het nu nog kunnen halen. Het is eigenlijk nu echt zo goed als onmogelijk geworden. Misschien moet ik iets meer naar voren spelen. Ik ging net wel heel erg naar achteren spelen, zeg maar. Omdat ik dacht dat het daar dan iets rustiger was. Maar ja, als je dan geslide wordt of dat je dan iets... Oké, misschien moet ik nu iets meer naar voren spelen. Want net speelde ik vrij ver naar achteren. Maar dan is het risico, als je bijvoorbeeld geslagen wordt, dat je zeg maar al bij het eind van de map bent, best wel groot. Dus we moeten even zorgen dat we dit goed blijven doen. Ik ga hier even een sliding doen, dan kom ik er in ieder geval langs. En oh, hier aan de zijkant is ook nog eentje. Oké, ik moet hier blijven, want anders zal ik nooit meer de andere kant. Maar we hebben de eerste ronde gehaald. Dat is mooi. Oh, dit moet nu echt een hele snelle game worden. Maar dit gaat heel lastig worden. Ik heb zo'n voorgevoel dat dit niet meer gaat lukken. Maar ja, zeg nooit nooit hè. Dus we kunnen het misschien alsnog halen. Dus we blijven doorstrijden. Hier, daar gaan we. Even geconcentreerd spelen. Ik kan anders ook nog altijd anderaf maken. En ik vind jou irritant, want volgens mij sla jij mij de hele tijd. Is niet lief van jou. Oké, hier eventjes overheen jumpen. Ja, oh, nu moeten we hier uitkijken. Hoho, daar waren we anders bijna afgegaan. Er zijn er ondertussen al 5 af, dus dat is mooi. Hier heb je trouwens wel mooi overzicht als je een beetje hoog staat. Dus dat is ook wel lekker. Hier even tussendoor. En dan jump ik even deze kant langs, even hier overheen. En nu moeten we hier langs. Oh, dit gaat nog goed. Er zijn nu 7 af. Ik denk dat we nu wel een finale gaan halen. Want ik denk dat er nu wel iemand afgaat. En dat gebeurt ook. Dan hebben we de finale. Misschien dat dit nog net binnen de 10 minuten tijd is. Als ik deze finale snel weet te winnen. Dus open zijn concentratie en niet afgaan. Kom op, Joran. You got this. Het zou in ieder geval mooi zijn als we überhaupt een win weten te halen. De finale halen, dat was niet echt een heel groot probleem. Lukte me in de eerste game in ieder geval. Ja, in deze game mode lukte me trouwens net niet. Maar ja, nu in ieder geval wel. Alleen nu is het natuurlijk zaak om hier even te zorgen dat we gaan winnen. We kunnen elkaar slaan. Gaan we nu niet even meer doen, want dan ben ik bang dat ik zelf afga. En dat wil ik niet. Ze gaan elkaar allemaal mooi sliden en nog meer slaan. En zolang ze maar mij niet te veel slaan, vind ik alles helemaal prima. Oh, donders. Oké, nu gaat het helemaal spannend worden. Hier even overheen. Ja, dat ging goed. Oké, top. Er zijn ondertussen al een aantal af. Ja, er zijn al een paar af. Dus dat is goede zaak. Eventjes hierop jumpen. En dan hier bovenop staan. Wow, yo, check dit dan. Oké, dit ziet er wel lijp uit. Ik ben nog niet eerder zo ver gekomen, denk ik, hier in deze game. Ik heb hem, om eerlijk te zijn, ook nog niet zo heel veel gespeeld. Dus dat maakt het ook niet heel veel makkelijker, om eerlijk te zijn. Hier even. Ah, no, ik wou daar bovenop staan en dan doorjumpen. Ik heb het weer niet gehaald. Kunnen we het nog spelen? Nee, het is klaar. Het is klaar. De evenementen zijn voorbij. Het is me niet gelukt. No, ik speelde op zich wel in de eerste games redelijk. Maar ja, uiteindelijk allemaal niet gelukt. We kunnen een willekeurige skin krijgen. Gewoon nog beter. Sluiten we daarmee af. Astro's prijsje heb ik gratis gekregen. Zul je wel zien dat we nu in één keer bam een legendarische krijgen.
Oh, hij gaat er net aan voorbij. Krijgen we tussen een legendarische en een epische, krijgen we een bijzondere. En een hel poppetje. Het was gewoon een hel skin. Alsof hij wist hoe ik mij voelde. Ja, dit is wel echt heel shit. Nou ja, misschien binnenkort weer een keer nieuwe special evenementen. En dat we die dan weer kunnen gaan spelen. En hopelijk gaat het dan wat beter. Maar ik heb het dus nu helaas niet gehaald. Nee. Maar ja, ik bedank jullie wel voor het kijken. En heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding.